Ja, lieve mensen, daar zijn we weer voor een nieuwe aflevering van Woningvlog Vrijdag. En wat leuk dat jullie weer kijken. En wij hebben er echt weer veel zin in vandaag. Vol energie gaan we naar een van de straatjes waar we het liefst komen. Want vertel gauw, Mike, waar gaan we naartoe? Naar de Zuidvlietstraat, nummer 48. Dat is wel echt de plek waar jij graag komt. Ja, ik vind dat leuk. Daar komt een leuke doelgroep op af. Vaak starters. Ja, die zijn gewoon nog echt enthousiast om iets te kopen. Het is natuurlijk ook een hele moeilijke markt. Dus we willen graag weer een leuk pareltje aan jullie laten zien. Waar we hopelijk jullie daar... pareltje, heb ik gehoord, is het, hè? Ja, hij is echt heel leuk. Heel netjes afgewerkt. Dus ik heb er zin in. Nou, stay tuned. We gaan die kant op. Nou, het gras is bij de buren altijd groener. Nou, grapje, dat is gewoon bij deze woning. We staan hier mooi in de rij geparkeerd in de vergunninghouderszone. Die krijg je mooi bij de aankoop van dit huis erbij. Helemaal kunststof, onderhoudsarm. En de meest onderhoudsarme makelaar van Zeeland staat hier op je te wachten. Kom maar snel verder. Om alles te laten zien van deze fantastische woning. En om even te beginnen. Ja, mooi vloertje. We liggen aan je voeten gelijk, man. Authentieke details. Je vindt ze hier in combinatie met een lekker opgekramd modern huis. Een huis wat ook energiezuinig is. Daar ga ik straks meer over vertellen. Maar kom vooral verder. Want ja, hier kom je voor. Wat een sfeer hier toch, joh. Sfeer en beleving is leuk. Oh, leuk. Voor, achterkamer. Ja, aan de voorkant de eethoek. Je kijkt gewoon lekker uit over de straat. Je zit hier fijn. En weet je wat ook mooi is? Nou. Als je dan even naar beneden zo een beetje schuin wil draaien. Ja, doe ik zo. Zie je zo die vloer. Mooie vloer. Zo, lekker, man. Mooie PVC-vloer. Ligt beton onder, met isolatie en vloerverwarming, dus lekkere warme voetjes. Heerlijk, dat zie je niet vaak. Dus nou, zithoek aan de voorkant, eethoek aan de voorkant, sorry, zithoek aan de achterzijde. Die is lekker op de tuin georiënteerd, is mooi breed, dus je kunt hier een riante bank kwijt. Nou, eventueel je tv-bestelling aan deze kant. Alles gewoon hartstikke dik in orde. Stukje voorraadkast heb je hier, ik ga hem even open doen, er staan wel spulletjes in. Maar ook hier vind je de pomp van de vloerverwarming terug. Ja, super. Ik vind het super leuk. Ja, en ik ga gauw door, want vorige week pikte hij natuurlijk zo van mijn keuken in. Dat gaat nog een keer gebeuren, dus kom maar door. Hier heb je gewoon een keurige keuken. Mooi composiet werkblad. Overmakbeton. Koelkast. Onze vriend. De vaatwasser, gelukkig hij is er. Dubbele spoelbak. Mooie kraan. En weet je wat ook tof is? Vertel gauw, het zit achter die deur. Ach, ik wist gewoon, je was nieuwsgierig. Ja, zeker. Loop maar door, want... We pakken gelijk het sanitair. Nee, maar dit is hotelbeleving. Hotel chic, hè? Ja, heel vet. Lekker wastafeltje, ruime douche, toilet beneden. Het is hier gewoon allemaal echt keurig op orde. Leuk gestyled. Tof, hè? Ja, het is echt tof. Ja, weet je, het is nagenoeg allemaal nieuw en eerst al klaar. En ook wat ook heel leuk is, boven hebben we ook nog goede ruimtes. En die gaan we weer laten zien. Ja, en dan nu naar de makelaar die op eenzame hoogte alle panden voor ons verkoopt. Ja, eigen Steve Jobs is vandaag aanwezig. Kijk. Dit is echt gaaf. Kijk aan deze kant. Grote slaapkamer. Die is groot recht en vierkant vanwege de grote dakkapel. Normaal gesproken zit hier de kap al ongeveer hier. Dus dan weet je wat het aan ruimte scheelt. Kastencombinatie inbouw. Dit is dus ook allemaal kunststof. Dubbel glas. Dus ook eigenlijk precies allemaal wat je wil. En er hangt nog iets aan de muur. Heel lekker voor de warme dagen. En lekkere airco. En als je zegt, nou, warme dagen, het is een beetje koud, dus dan laat je hem lekker warm plaatsen. Scheelt je gas en liggen hier zonnepanelen. Het is allemaal energie die je zelf opwekt, die weer omgezet wordt. Die plaats je zelf weer uit. Zo is het. En aan deze kant, goede inloopkast, maar eigenlijk dus gewoon een hele grote tweede slaapkamer. Maar in dit geval in gebruik als inloopkast. Ideale ruimte, mooi recht in vierkant, ook hier een dakkapel, kunststof kozijn. Je ziet er al even een sneak preview van de zonnepanelen. En de ruimte hiernaast is eventueel een derde slaapkamer. Hoi! Logeerkamer. Maar in dit geval wordt die eigenlijk een beetje gebruikt als een tussenstap tussen de badkamer beneden en het toilet. Dus hier heb je even voor het nachtelijke pasje, even de tandjes poetsen en een soort voorziening. Kun je hier laten, dan is het heel praktisch. En zeg je, ik wil hier eigenlijk een kamer maken, dan is het ook zo weg. Dus hier kun je verschillende kanten weer op. En over verschillende kanten gesproken, dan gaan we ook even naar boven. Nou, die laten we hier niet zien, maar hierboven zit een grote bergzolder. En die is groter dan je zou verwachten, maar die bewaren we even voor de bezichtiging. En over de bezichtiging gesproken, wat we niet bewaren voor de bezichtiging, is de tuin. En daar gaan we nu naartoe. Hey, kijk hem even lekker zitten hoor, onze man. In oktober, en je zou hier bijna nog gewoon lekker buiten kunnen zitten, omdat je hartstikke beschut zit. Nou, ik kom er even bij zitten. Dat is heel gezellig. Zometeen komt het zonnetje eroverheen en heb je hem gewoon echt tot zo'n beetje 's avonds lekker in je tuin. Dan zit je hier hartstikke fijn beschut, is het heel heet. Boven mij, zonneschermpje uit, zit je lekker beschut en hou je ook nog 's avonds de warmte lekker vast. Dus dat is hartstikke goed. En daar, wat is dat daar, dan? Ga ik je laten zien. Hier hebben we
de schuur. In de schuur tref je cv-ketel, witgoed doorspluitingen, ja, en gewoon nog extra bergruimte, dus dat is heel fijn. En langs deze kant heb je ook nog een vrij achterom. Dus eigenlijk gewoon een lekkere, compacte, complete stadstuin. Heerlijk, man. En het dakkapelletje, dus kunststof. Ja, je ziet het hier ook, hè. Het is opgebouwd en daar de dakkapel. Daardoor krijg je gewoon echt een hele goede grote bovenverdieping. En ja, ik stel voor dat we dit alles gaan samenvatten in een resumeetje. En ondanks dat het zonnetje een beetje schijnt, doen we toch met je binnen op de bank. Hey, weet je wat wel fijn is? Nou, waar ik echt aan kan wennen? Ik zit echt heerlijk in het zonnetje. Ik denk dat ik vandaag ook blijf zitten. Ja, ideaal. Het zonnetje nu komt lekker binnen. Je ziet het. Wij stralen gewoon, zeg maar, zo'n beeld. En niet alleen van enthousiasme, maar ook van de zon. Ja, zeker. Maar enthousiast zijn we absoluut. Precies. Want de vingers gingen gelijk naar voren. Dus dan weet je, dan moet je recht gaan zitten. Een leuke eengezinswoning in een goede sfeer, maar dan ook gewoon wel die granieten vloer in de hal. Vind ik fantastisch. Leuk, hè? Ook gewoon een moderne badkamer. Nette keuken, zonnepanelen, airco, kunststofkozijnen. En aan twee kanten met dakkapellen uitgebouwd, vanaf de gevel opgetrokken. Dus gewoon, het is ongeveer een vierkant huis. Klopt. Hartstikke grote ruimtes. Super tof. En wat je het ook leuk is, die locatie. Je woont hier hartstikke rustig, maar de stad is op 5 minuutjes lopen met alle denkbare voorzieningen. Dus wel de lusten, niet de lasten. Nee, heel leuk gesproken. Weet je wat ik zelf ook heel leuk vind? De prijs, denk ik. De prijs. 2,5 ton praat je nergens over. Dan doen we dit helemaal netjes voor je inpakken. Streep maar op. Zo komen. Zo is dat. Dus we hopen dat je snel komt kijken, want wij zijn heel enthousiast om jou dit huis te laten zien. Absoluut. En dan ja, eigenlijk onze standaard afsluiting. De volgende graag bij jullie thuis. En bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Tot de volgende. Hoi.